De laatste weken van het schooljaar zijn in volle gang. Een jaar dat gekenmerkt wordt door corona en thuisonderwijs. De kinderen in Koningslust maakten de overstap naar een nieuw schoolgebouw. In de voorlaatste week van het schooljaar kan, nu er versoepelingen zijn, de school weer open voor de gemeenschap. De feestweek werd afgetrapt met een spellendag. Ja, je gaat met het fietsen naar de hoepel, dan ga je door de hoepel en dan ga je zo slalommen en dan kom je bij spekkappen. Ja, het kwam eigenlijk gewoon het eerste in ons op en we dachten, ja, iets met eten, dat is wel lekker. We moeten eerst zeg maar, met een ruutje en dan een slokje proeven en dan zeg maar, raden welke soort ranja het is. En bij die andere doos dan moeten we zeg maar, iets gaan voelen. Is het een zonnebril? Ja, dat is snel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wat is de beste tijd al gemaakt? 18 seconden. 18 seconden? Ja. Dat is wel heel snel, hè? Ja. En hoe heb je zelf ook al geprobeerd? Ja. En hoe snel ben jij? Dat heb ik toen niet gedaan. Nee, dan moest je tellen en dingen doen. Ja. 34, 35, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38. In het najaar van vorig jaar verhuisde de Springplank naar de aanbouw bij een gemeenschapshuis te Sprunk. De school kreeg de nieuwe naam, de Avonturier. Hoe is het hier op de school het afgelopen jaar gegaan? Goed? Ja? Ja, ja dat is wel iets kleiner dan andere school. Alleen thuiswerken ging ja, minder. Maar de laatste tijd wel hier veel op school natuurlijk. Ja. Gewoon op het leerplein kan je rustig leren. Komende vrijdag organiseert de school een open middag voor het dorp om de school te bezichtigen. Vanwege corona kon dat nog niet eerder.